Ik ben Vincent Maaskant van ProRail. Ik ben bouwmanager. We zijn sinds januari 2011 echt buiten aan de gang geweest. Het nieuwe dak staat, de gevels zijn dicht. Dus in feite staat het huis er, maar af is het nog steeds niet. De laatste werkzaamheden die vanuit ProRail de komende periode nog gaan gebeuren, dat is het afronden van het maken van de vloervelden, de natuursteenvloer die in de stationsschool al voor een groot deel is gelegd. Tot het eind gaan we ook druk bezig met het zogenaamde eindplan. Dat bestaat uit bebording, bewegwijzering en een volledig cameraplan. Waarbij ook weer op het eind bij de zogenaamde oplevering of opening van het station ook weer de veiligheid gewoon helemaal weer up-to-date is. Ik vind het heel knap dat ProRail erin is geslaagd om het station open te houden, functioneel te laten blijven. En tegelijkertijd deze enorme interessante ontwikkeling of deze verandering mogelijk te maken. Het is licht. Dat vind ik wel. Dat is net zoiets als in Rotterdam. Dat licht schijnt door het plafond heen. En dat vind ik wel mooi. Eerst was het een beetje zo'n. Ja, een beetje grijs, een beetje saai. En nu is het meer modern. Ook gewoon ook meer Den Haag. Past gewoon bij Den Haag, vind ik.